Mijn naam is Saskia. In deze video laat ik je zien hoe je op de juiste wijze de was doet. Ik sta stil bij het sorteren, welke middelen je gebruikt en welke handelingen je allemaal verricht tijdens het wasproces, om zo tot het allerbeste resultaat te komen. Laten we beginnen. Een goede voorbereiding is belangrijk voor je aan het wassen begint. Je zorgt zo dat er geen schade ontstaat aan kleding en aan de wasmachine. Je maakt eventuele zakken in de kleding leeg, je maakt knopen en ritsen dicht en je draait de kledingstukken binnenstebuiten. Je kunt de was sorteren door naar het waslabel te kijken. De symbolen geven aan wat de juiste manier is om het kledingstuk te reinigen. Controleer of het kledingstuk gewassen mag worden. Over het algemeen zijn er 3 soorten was. De witte was, de bonte was en de fijne was. Witte was heeft een lichte kleur en mag op 60 graden gewassen worden. Dit zijn bijvoorbeeld handdoeken. Bonte was is gekleurd wasgoed wat op 40 graden gewassen mag worden. De bonte was kun je ook nog sorteren op kleur. Bijvoorbeeld de zwarte was, de rode was of spijkergoed. Er is ook nog de fijne was. Dit is bijvoorbeeld wol, zijde, delicate kledingstukken en vitrage. Dit mag op maximaal 30 graden gewassen worden. Leg de was op stapeltjes van gelijke wasbehandeling. Vul de wasmachine en zorg er hierbij voor dat de wasmachine niet te vol zit. De was moet rond kunnen draaien om schoon te worden. Kies bij de was het juiste wasmiddel voor de witte, bonte of fijne was. Op de verpakking staat waar het middel geschikt voor is. Deze middelen vind je in verschillende vormen. Er is poeder. Poeder gaat in het doseerbakje van de wasmachine. Je hebt vloeibaar wasmiddel. Vloeibaar wasmiddel gaat in een bolletje in de trommel tussen de was. En er zijn pots. Pots gaan op de was in de trommel. Elke wasmachine werkt anders. Vraag aan je klant om het instructieboekje. Hierin kun je het juiste programma zoeken. Als het wasprogramma klaar is, zorg er dan voor dat je de was zo snel mogelijk uit de machine haalt. Zo blijft de was fris. Laat ook het deurtje openstaan, zodat de machine kan drogen. De was drogen kan op verschillende manieren. In de droger, op het droogrek, op een hangertje en je kunt het liggend drogen. Als je gebruik maakt van de droger, sla je zoveel mogelijk kreukels uit het kledingstuk en kijk je in het label op welke temperatuur het artikel gedroogd mag worden. Vraag aan je klant de gebruiksaanwijzing van de droger. Gebruik de droger alleen als je meerdere kledingstukken hebt. Je kunt de was ook op het droogrek drogen. Sla zoveel mogelijk kreukels uit het kledingstuk en hang het artikel met knijpers aan het droogrek. Je kunt er ook voor kiezen om op een hangertje te drogen. Vooral blouses en overhemden drogen goed op een hangertje. Ze blijven zo goed in model. Als laatste kun je ook liggend drogen. Kledingstukken van wol moeten liggend drogen om mooi in model te blijven. Als je bij wol kiest om hangend te drogen, dan rekt het kledingstuk uit en is de pasvorm eruit. In sommige gemeentes behoort ook het strijken van de zichtbare bovenkleding tot de taak van de thuisondersteuner. Jouw zorgcoördinator kan je vertellen of strijken in jouw geval ook bij je werkzaamheden hoort. Voor de juiste strijktemperatuur kijk je weer op het waslabel. Je strijkt eerst de kledingstukken met de laagste strijktemperatuur en als laatste de kleding met de hoogste strijktemperatuur. Als het nodig is, dan vraag je aan je klant om de gebruiksaanwijzing van het strijkijzer. Kleding strijk je binnenstebuiten omdat er zo de minste kans op schade is. Na het strijken draai je het kledingstuk goed en vouw je het op. In deze video zag je hoe je de was op de juiste wijze doet. Ik hoop dat mijn uitleg je helpt als je aan het werk bent bij een van je klanten. Je kunt deze video altijd terugkijken op Dolly of op het YouTube-kanaal van Actiefzorg. Ik wil je bedanken voor je aandacht en heel veel werkplezier!